dat wij niet weten wat er gebeurt in die parken. Dat we niet weten van wie die chaletjes of die staakcaravans zijn. Hoe kan dat? Ja, omdat er geen registratieverplichting is. Dat betekent dus dat je zo'n huisje kunt kopen en je kunt met cash betalen, niet melden. En vervolgens kun je, laten zeggen, maar dan is, de, als dan is het toch heel makkelijk op te lossen? Dan zeg je toch, we verplichten nu de registratie? Nou, dat is dus waar wij ook voor pleiten, is dat, dat er veel meer kadastraal geregistreerd wordt wat op zo'n park staat, zodat je ook de eigenaren erachter kunt kennen en weten. Dat die cash-transacties, dat die eigenlijk verboden zouden moeten worden. Hè? Dus dat als je zo'n huisje koopt, dat je dat doet zoals je bij een hypotheek, via een bankrekening overmaakt. Waardoor je transparanter en inzichtelijker maakt. Handhaving. Maar waarom doen we dat niet? Toezien. Omdat de regels daar niet in voorzien. Dus dan moeten we gewoon, daar hebben we gewoon landelijke. En dat is wat we ook zeggen: van vakantieparken, pas op, let op. De benadering van criminelen en het daarmee in zee. Maar u zei straks zelf, we weten het al heel lang. Ja, we hebben zelfs een Netflix-serie, een hit. Ja. Wereldwijd, ja. Die hierover gaat. Nee, maar wacht even. Er is een al een paar jaar oud. Ja, maar er is een verschil tussen dat. Kijk, illegale bewoning, dat mag niet. En er is een verschil tussen dat je het park gebruikt voor criminele activiteiten. Mm-hmm. Maar dat je geld witwast. Dat er criminelen zijn die hele vakantieparken opkopen. Of via het kopen van die losse huisjes hun geld witwassen. Ja, dat is wat dat onderzoek recentelijk ook inzichtelijker maakt. En daar hebben we natuurlijk al heel vaak signalen en vermoedens van. Maar uiteindelijk moet je het ook heel hard kunnen maken. Waarom...